Het Watermuseum is het enige zoetwatermuseum in Nederland. Ik laat me rondleiden door de vriendelijke directeur Jos van den Mosselaar. U kijkt naar Dit is Arnhem. Ja, de plek waar nu het Watermuseum staat, dat is eigenlijk een hele historische plek. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Vroeger is het een begijnenmolen geweest. Daarna is er een restaurant in geweest. De Heidemeij heeft er nog een kweekvijver gehad. Dus altijd wel iets met water. Ruim 11 jaar geleden is het Nederlands Watermuseum daar gevestigd. De natuurlijk gevormde Sint-Jansbeek was rond 1100 na Christus een regenbeek. Maar nadat er sprengen werden gegraven tussen 1530 en 1550, kreeg de beek de allure van een echte molenbeek. De Sint-Agnieten-Begijnenmolen is waarschijnlijk begin 1400 gebouwd. Vorig jaar hadden we ons 10-jarig bestaan. En de aanleiding daarvoor was eigenlijk dat een gedeelte van Arnhem binnen waterschapsgebied kwam. Die inwoners moesten toen waterschapslasten gaan betalen. En vervolgens had het waterschap zoiets van, dan willen we ook laten zien wat er met de gelden gebeurt. Een soort informatiecentrum. Het restaurant wat er toen in zat, dat was verouderd, verloederd van de gemeente Arnhem. En de gemeente Arnhem en het waterschap hebben elkaar getroffen. En toen in samenwerking is dit tot stand gebracht. Wie heeft het Watermuseum geopend? Melanie Schulz heeft het Watermuseum geopend. Was u toen al directeur? Nee, niet. Ik ben in 2006 hier gekomen. Van 1913 tot 1967 doet de Agnieten-Begijnenmolen dienst als viskwekerij en aquarium. Er was plaats voor 12 bassins voor voornamelijk forellen. En dan vestigt J.P. Hanning er in 1972 een restaurant en sluit deze in 1994. En hoe trof u het Watermuseum aan? Toen ik hier kwam, een hele enthousiaste groep mensen, een hele grote groep vrijwilligers. En ik heb ook nu nog steeds de mening dat zonder die groep vrijwilligers het museum niet kan blijven bestaan. We hebben vorig jaar laten uitrekenen dat die vrijwilligers ongeveer 6 formatieplekken innemen. Dus toen ik in 2006 kwam, de bezoekersaantallen gingen dankzij de invoering van de museumjaarkaart omhoog. In 2004 is gestart met 35.000 bezoekers. En we zitten nu tussen de 60.000 en 70.000 bezoekers per jaar. Meer dan de helft van de bezoekers komt met die museumjaarkaart, dus die is van heel groot belang voor ons. Maar ook door bezuinigingen, minder sponsoring, hebben we het personeelsbestand kleiner moeten maken. En de vaste kern is beperkt tot 7 formatieplekken. En in 2006 waren er dat 13 formatieplekken. Maar we hebben continu een groep van ongeveer 60 vrijwilligers. Nou staan we bij het waterrad. Dat is eigenlijk helemaal opgeknapt door de helling. Wat is nou de functie van het waterrad? Nou, dat waterrad, vroeger de Jansbeek, die voerde het water aan voor de watermolens. Hier bij de Begijnenmolen was ook een waterrad. In de loop der tijd is dat door achterstallig onderhoud en geen onderhoud verloederd. En de vrienden van Sonsbeek, die heeft het als project aangenomen. En die heeft ervoor gezorgd dat er een compleet nieuw waterrad is aangebracht. En dat is afgelopen jaar gebeurd, in 2014. Dankzij de vrienden van Sonsbeek en mensen van de helling. Die hebben dat waterrad eigenlijk helemaal nagemaakt. En wie zijn nou precies de bezoekers van het Watermuseum? Bezoekers, we hebben eigenlijk 3 groepen. Dat is de zakelijke markt. De families, de gezinnen met kinderen en we hebben de scholieren. En er zijn heel veel activiteiten, want nu is het voorjaarsvakantie. Klopt. Op dit moment, we hebben het geluk 2 dagen vakantie gehad en we hebben ruim 400 bezoekers per dag. Dus als die lijn zich doorzet, ben ik heel erg dik tevreden. We hebben 3 activiteiten in het museum. Flip de Beer hebben we, dat is voor de allerkleinste. Dan hebben we in het lab een activiteit waarbij dus kinderen een proef doen met water.
En vervolgens hebben we op de verdieping hebben we de shampoofabriek. Je denkt er is water in overvloed, maar is dat eigenlijk wel zo? Af en toe wel, ja. Dat hebben we vorig jaar ondervonden, 28 juli, wateroverlast. Op de achtergrond hoor je de beelden nog die toen zijn gemaakt. En toen viel er ongeveer 70 millimeter in een uur tijd, terwijl het maandgemiddelde ergens op 90 millimeter ligt. Dus toen hadden we echt wateroverlast in het Watermuseum. En waren jullie daar voorbereid? Nee, daar waren we niet op voorbereid. Dit was echt buiten alle proporties om. En we konden de kraan niet dichtdraaien en het moest gebeuren. En hoe lang zijn jullie toen dicht geweest? We zijn toen 2 dagen dicht geweest. We hebben pompen neergezet om het water kwijt te raken. En er zijn bedrijven aan te pas gekomen. Met alle vrijwilligers en personeel hebben we 2 dagen hard gewerkt. En toen konden we weer open gaan. En het vervolg daarop was dat we veel bezoekers hebben gehad. Veel bezoekers die nooit van het Watermuseum hadden gehoord. We zijn op Hart van Nederland geweest. In Trouw hebben we gestaan. Want wateroverlast in een watermuseum, dat wil natuurlijk wel. We hebben een actie gehad met zandzakken. Ik heb een bedrijf benaderd die heeft zandzakken geschonken. Een bedrijf die zand heeft geleverd. En bezoekers mochten zelf een zandzak voor het museum leggen. Om in de toekomst symbolisch dit te voorkomen. En een vervolg daarop is weer geweest dat we een presentatie hebben gedaan bij een aantal quality painters van Sikkens. Zestal bedrijven in de omgeving van Arnhem. En die hebben in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen het hele museum, het beneden gedeelte, totale make-over gegeven. Zoals je ziet, alles is frissend nieuw blauw gemaakt. En we gaan op 6 maart met de club een borrel drinken. En in het kader daarvan op 8 maart gaan we het museum kosteloos openstellen voor publiek. Eigenlijk als een stuk waardering voor al het werk wat in die 14 dagen gebeurd is. Maar had dat opknappen en dat mooi verven van het museum ook iets te maken met die wateroverlast van vorig jaar zomer? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Maar we hadden toevalligerwijs de presentatie die was gepland in die periode. En toen kwam het wel heel goed uit om een aantal dingen aan elkaar te knopen. Vandaar dat we ook onderhoud hebben gedaan en het schilderwerk en zaken die gerepareerd zijn ter gevolge van de wateroverlast. Kan dat weer gebeuren? Want jullie zitten hier natuurlijk wel onder de grond. Klopt, we zijn erg laag gelegen. Ik heb alleen, en dat was ook een geluk bij een ongeluk, een professionele waterkering gekregen. Die we in 20 minuten neer kunnen leggen, waardoor de eerste stroom water gekeerd kan worden. Dus een bedrijf Midden-Betuwe en Delta Marine, die hebben ons een professionele waterkering geleverd, kosteloos. Maar als je nou kijkt naar vroeger, hè, toen was er water in overvloed. Maar over een x-aantal jaren zal dat niet meer het geval zijn. Water wordt dan schaars. Ja, ik denk dat de spreiding, wat je nu ook ziet, in hele korte periodes heel veel water. En dat die waterschappen nu ook steeds meer het water in hun eigen gebied willen behouden. En in het verleden werd het water snel afgevoerd naar de grote rivieren. Maar nu zie je gewoon dat water ook, vooral om in droge tijden water aanwezig te hebben, dat het in het eigen gebied wordt behouden. Leren kinderen hier ook dat water eigenlijk wel ons grootste goed is op aarde? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En de bedoeling van ons is ook om aan te geven hoe belangrijk water is. Water is gewoon belangrijk om te kunnen leven. Zonder eten denk ik dat je misschien wel 7, 10 dagen en misschien nog langer kunt. Maar 3 dagen zonder water, dan begint het echt heel gevaarlijk te worden. We gaan ook kijken naar het museum, waar van alle activiteiten te doen zijn. Welke vindt u het leukst? Ik vind eigenlijk Flip de Beer wel heel erg leuk, vanwege het enthousiasme van al die kleine kinderen. Die komen met Flip de Beer, die gaan met Flip de Beer. En als ze de proef hebben afgerond, Flip de Beer diploma hebben, dan zijn er echt kinderen die zeggen van zwemdiploma hoef ik niet meer. Die zijn zo razend enthousiast en dat spreekt me wel aan. Ook ouders en de manier waarop het beleefd wordt, fantastisch.
In 2002 en 2003 ontstond pal voor de Sint-Agnietenbegijnenmolen in de indrukwekkende bouwput van 10 meter diep en 2000 vierkante meter langzaam de ondergrondse tentoonstellingsruimte van het Watermuseum. De bouw van het museum kostte rond de 12 miljoen euro. En dit is grotendeels bijeengebracht door sponsors.